Nou, ik ga naar huis. En dan neem ik dit boek mee. Dan ga ik daar thuis het voorlezen. Dan heb ik zo'n heerlijke voorleesstoel. En dan kan ik hem weer op YouTube zetten. Eerst even plassen. Ik ga het boek verwisselen. Ik vind deze wel leuker. Heb je hem wel eens gelezen? Kijk of meester Carlo dit durft. Zo. Ik hoor hem alweer. Doei. Ah, zo, ik ben weer thuis. Ik heb me even omgekleed, bril afgedaan, haren in een ander model. Ha, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga voorlezen. De Gorgels, dat prachtige boek, dat zit in mijn tas. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ik vind, ja, zo heerlijk, die mooie tekeningen ook. Die tekeningen zijn... Oh, ja, ik heb er geen woorden voor. Die geven nou echt het verhaalgevoel. Ja, ja. Nou, daar ga ik van genieten. Wie? Welke onverlaat heeft het boek zonder tekening in mijn tas gestopt? Het was juf Petra, ik weet het zeker. Zij doet dat soort dingen. Dit kan ik toch niet voorlezen? Ja, ik kan het wel voorlezen, maar hier staan geen tekeningen in. Hier, het boek zonder tekeningen. Nou ja, oké, we maken er maar het beste van dan, hè? Dit is een boek zonder tekeningen. Je denkt vast dat een boek zonder tekeningen helemaal niet leuk is om het voorgelezen te worden. Misschien denk je dat het saai is of vervelend. Tenzij... Kijk, zo zit het boek in elkaar. Elk woord dat er staat, moet ook echt voorgelezen worden. Ja, dat is wel zo natuurlijk. Het maakt niet uit welk woord dat is. Dat is de afspraak. Zo zijn de regels. En dat betekent dus dat zelfs een woord als blork... Wacht eens even. Wat? Dit woord betekent niet eens iets. Blurf! Ogenblikje. Wat? Dit is dus echt niet het soort boek dat ik wilde voorlezen, hè? Moet ik echt elk woord uitspreken dat er staat? Oh. Ik ben een aapje dat zichzelf heeft leren lezen. Hey, hallo. Ik ben geen aap. En nu lees ik dit boek aan jou voor met mijn apensnoeltje en mijn apenstem. Nee, niet waar. Ik ben geen aap. Ja, ik ben een aap. Ik ben zelfs een robotaap. Wat? En mijn hoofd is gemaakt van bosbessenpizza. Wacht even. Heel dit boek is gewoon een flauwe grap. Mag ik alsjeblieft stoppen met lezen? Nee. En nu ga ik voor jou mijn lievelingsliedje zingen. Een liedje? Moet ik echt een liedje? Hop, 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 ik heb een kippenkop. En als ik wormen zie, dan slok ik die op. Wat? Dit is een belachelijk boek. Mag ik nou alsjeblieft...
Alsjeblieft, mag ik alsjeblieft nu stoppen met lezen? Nee. Nee. Hoeveel bladzijden er nog tot dit helemaal uit is? Oh, dat is wel heel veel. Oh. De enige vriend die ik in de hele wereld heb, is een nijlpaard. En hij heet... Poepiekont. Poepiekont? En nu iets over het kind aan wie ik dit boek voorlees. Dat kind is het allerbeste kind dat er ooit heeft bestaan. Oh ja? En dat kind is ook het slimste kind. Want dit kind koos dit boek, zelfs al heeft het geen plaatjes. Ja, eigenlijk koos juf Petra dit boek. Dus dan is juf Petra de slimste juf of zo? Nee. Want kinderen weten dat dit het boek is dat grote mensen domme dingen doet zeggen. Ja, dat blijkt wel. En dat hen grappige geluiden laat maken, zoals... Oh nee, nu komt het. Oh, ik weet dit nog van de vorige keer dat ik dit las. Verschrikkelijk. Glurwa, wokoma, grumverdoe, lia, 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 broer, broer, broer. Oemf, eef, blie, blie, bla, bla, gebbel de biebel de kiep. Bliep, bloep, bliep, bloep. Betonkie smoel. Ik vind het verschrikkelijk. Oh, lieve help. Oh. Vraag me alsjeblieft nooit meer voor te lezen uit dit boek. Het is zo dwaas. Eerlijk waar, het is volslagen idioot. Kies de volgende keer alsjeblieft weer een boek met plaatjes. Toe? Want dit boek hier is gewoon te gek om voor te lezen. Einde. Bonk! Ja, dat wilde ik niet zeggen. Wel rusten.